MSG in Enschede. De plek waar pakketten en post bezorgd en verwerkt worden. Maar hoe is het nou om hier te werken? Ik vraag het aan Henry Hanning, manager bij MSG. Wat voor werkgever zijn jullie? We zijn een sociale werkgever. We proberen het maximale uit onze mensen te halen. Het belangrijkste vinden we dat mensen plezier hebben in hun werk. Dat ze het leuk vinden om hier te werken. Ja, dan zijn wij super tevreden. En wat kunnen die mensen hier leren? Wat kan je leren als je hier komt te werken? Leren om zelfstandig te zijn. Leren om samen te werken. Maar vooral om leren ze hier om te zorgen dat ze dat doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. En wat voor mensen zoeken jullie? Wij zoeken heel diverse mensen. Maar het belangrijkste is dat ze verantwoordelijk zijn. Dat ze de verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun post, voor hun wijk. En dat ze zorgen dat de post op de juiste plek terechtkomt. Wie dit als geen ander is, is Jitse Hoving. En waar bestaat het werk uit? Wat moet je allemaal doen? Nou, ik moet altijd 's morgens vroeg eerst alles voorsorteren. Dus dan krijgen we post in bakken. En dan komt het allemaal op postcodes. 40-tallen, 30-tallen, 20-tallen en 10-tallen. En die moeten allemaal weer op hun vakken gegooid worden. Dus, en dat is echt, daar ben je wel even intensief mee bezig. Want er zitten soms ook straten bij die waarschijnlijk helemaal niet in Enschede horen. Dus op die manier. Dus. En daarna ga je lekker naar buiten. Is dat fijn, buiten fietsen? Wat kun je erover zeggen? Ik vind persoonlijk altijd heel leuk om op de fiets te zitten. Mijn hobby is ook fietsen. Ja, geen wielrennen of zo hoor, maar ik ga graag fietsen naar plaatsen om te verkennen wat is er te zien. En hoe heeft dit werk je veranderd met de persoon die je 17 jaar geleden was? Nou, ik was hier voor die tijd zat ik altijd veel met computerwerk en ook schrijfwerk te doen. En je ging niet veel met mensen om. En dat doe ik nu wel. Dat is heel iets anders. Je verandert helemaal, je wordt meer zelfstandig. Je gaat graag met mensen om. Echt die persoonlijke contact, mens en mens, is voor mij heel belangrijk. En het biedt natuurlijk ook een stukje vastigheid. Zeer belangrijk is dat hoor. Net zoals je zegt, 's morgens de vaste dingetjes doen. Maar ook echt weten, waar ga ik naartoe, dat is heel belangrijk. Niet dat je op een gegeven moment te horen krijgt om 10 uur van, ja, je moet daar nog heen. Nee, dat is niet leuk. Je hebt hier een duidelijke structuur. Precies, daarom. John ten Mors is al bijna 2 jaar koerier bij MSG. En vindt onder andere de sfeer op de werkvloer heel prettig. En John, hoe is het om bij MSG te werken? Het is hartstikke leuk om hier te werken. Ja, fijne werksfeer. Collega's die voor elkaar er staan. Als je een keer vragen hebt, als je wat nodig hebt. Dat werkt gewoon heel prettig. En ook afwisselend werken, hè? Ja, zeer zeker afwisselend. Als je 's morgens met je collega's gezamenlijk allemaal je bussen inpakt. En dan is het net welke route je rijdt die dag. Je hebt ene keer heb je een bedrijventerrein waar je 3 pakketjes in 8 minuten wegrijdt. Nou ja, dan kan het zijn dat je een route krijgt waar je achteraf zit. En dat je in dorpen hier in Twente in de buurt rijdt. Ja, dan doe je 25 minuten over 1 pakket. En is het ook een prettige werkomgeving hier? Het is een fijne werkomgeving. We hebben een grote ruime hal. Het is mooi geordend. Mensen onder elkaar kunnen goed met elkaar door één deur. Je moet elkaar toch helpen om, als je een pakketje hebt waar je iets niet van weet, dat je dan je collega kan vragen. Dus dat gaat allemaal als een trein.